Oké, dat moet genoeg zijn. Pokeball, kom op, Janma. Don't do this to me. Ja, kom op, kom op, kom op. Janma broke free. Nee, ik heb er nog één. Kijkers van Gas Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer bij Pixelmon. Ik ben hier vandaag niet alleen, Schido is weer lekker in de kal. Hallo. Schido, zei ik. leuk. Vorige aflevering zagen jullie hoe ik echt de boel alweer verpestte. Een Krabby vangen, de letter Griekse ei en ja. Nou, de verpesten, dat gebeurde al 21 jaar geleden, hoor. Maar ga doen. Zo. Gaat hij dat zeggen? Nee, maar... Jij zegt mijn naam verkeerd, dan doe ik dit soort dingen, hè? Dat weet Schido. Actiereactie dit. Maar ja, we zijn dus nog steeds op zoek naar een jungle of ja, een moeras. Ondertussen vinden we natuurlijk wel een heleboel dingen, zoals de Sunflower Plains die we al hebben gevonden. De Flower Forest die we al hebben gevonden. Dat gaat allemaal alweer lekker, de Legendary Biomes. Ja, zijn we al aan het verzamelen, zeg maar, voor als het op een gegeven moment nodig is en op een gegeven moment de mogelijkheid er is, want... Ja, je moet natuurlijk ook beseffen dat als ik nu een Legendary tegenkom met 3 normale pokeballen, gaat dat nog niet helemaal werken. Plus er is geen Legendary met een Griekse ei. Is er wel, maar niet in deze versie. Want dan, Guido's termen zouden zeggen van, ja, Pixelmon 326.822. Klopt. Nee, in die versie zitten we nu, hè? Je hebt nu over 400.22.6. Oh, 22.6. Nee. Ja, je moet wel de goede eindgetal ook erbij zeggen. Anders heb je dadelijk gewoon niet misschien een Pokémon 2 gewoon een Ditto zoekt. Dus dat kan echt. Ik heb iets gevonden wat ik nodig heb. Ik heb hier een jungle. Oh? Ja, een jungle. Dus we kunnen de Janma al gaan vangen. Janma. Janma. Oké, maar de Janma. Daar gaat denk ik wel iets meer dan 3 Pokéballen in zitten. Tenzij ik hem kan loweren met mijn Krabby. Want ja, Krabby hebben we natuurlijk wel bij ons. En die is level 25. Flikkeren gewoon. Hoezo? Kingler is toch gewoon... Ja, oké, maar Krabby is wel nu ook degene die mij moet helpen. Terwijl ik hier een jungle tempel zie. Oké. We gaan de jungle tempel even in. Kijken of er nog wat loot ligt. Alleen even kijken, op welk moment van de dag spant Janma? Oh nee, Dawn en Dusk. Dawn en Dusk. Dusk oh. Dawn en Dusk. Nou ja, gelukkig. En dan komen we Move Tutor tegen, ga eens weg. En we hebben hier Keklian hoor. Daar staat hij. Degene die we ook gewoon hadden kunnen vangen. Had gekund, is niet gebeurd. Oké, wat jungle temples zijn veranderd? Zo? Of niet? Hier zaten toch eerst die draadjes waar je dan overheen kon lopen? Oh ja, en hier achter. Die werkt het nooit. Nee, ja, dat weet ik maar. Hier zit wel een chest en wat sticky pistons en zo. Even kijken, wat zit er in deze chest? Allemaal bones en rotten. Ja, oké. Dankjewel. Leuk. Dan krijg ik allemaal rotten flesh en bones. Daar vraag ik ook echt om. Ja. Oh ja, en hier zit de dispenser inderdaad. Dan moet hier ergens van die draadjes lopen. Ja, kijk. Ha, kapot. Ik wist het. En een chest met iron, bones en gold. Kijk, dat zochten we. En als het goed... Nog meer arrows. Hou eens op, man. Hoe zijn dat? Nog meer arrows. Ja? Oké. Oké, deze ook kapot hakken, deze dispenser. Arrows meenemen, hoppakee, wegwezen hier. Volgens mij zaten er maar 2 chests in, toch? Ik denk altijd van, kijk, ze hadden er veel meer in. Zit er veel meer in? Ja, ze gaan onder de trapjes nog weer dit en dan nog weer dat en bla bla. Maar meer als 3? Oké, wacht even. Hé joh. Natuurlijk niet. Liep je te trollen? Oh. Nou ja, ik wou net zeggen, anders ga ik nog verder zoeken, maar als het niet nodig is... Volgens mij niet. Oké, maar de jungle. Janma. Probleem is... Het is donker. Waar staat de maan? Op weg naar de maan. Oké, het gaat zo wel dusk of dawn worden. Dus dan kunnen we hier even rond blijven hangen. En hopen dat die dan zo meteen gaat spannen zodra het dawn gaat worden. En dan kunnen we even naar huis. Dan gaan we eerst wat apricorns planten. Eerst even acclimatiseren. Want ja, we hebben gelijk zo'n moeilijke Pokémon aan de weg weten te ruimen als we hem hebben dan.
Ik hoop het in ieder geval. Als ik hem niet vang, dan betekent dat gewoon dat ik gelijk terug kan gaan en eerst Pokéball moet gaan voorbereiden. Want die heb ik nog niet zoveel. Ik heb er pas 3 van mijn starterpakketje, die ik natuurlijk bij elke serie altijd zelf geef. Nou, die verdien ik wel. Maar goed. Bedankt voor die sessie. Respect. Ik ook verdiend die sessie. Oké, okay, kom op. Ga eens wat, tijd, ga eens wat door. Want ik sta hier nu met tijd te voordoen. Aha. Kunnen we wel even met Krabby misschien iets uit de jungle weten te vermoorden. Maar om hem toch een klein beetje te trainen in de meanwhile. Venonat. Kom eens hier. Welk level ben jij? Level 21. Ja, is risky. Maar ik ga het gewoon doen. Kom eens even hier. Fine grip. Stomp. Stompen. Hoppakee. En hij flincht. Hoppakee. Hij is dood. Nog een Venonat. Gaan we ook slopen. Het is toch grappig als je zeg maar H1Z speelt. En dan speel je King of the Kill, zeg maar. Dat iedereen alleen moet. En dat je dan toch een team hebt van 3 man bij elkaar. Dat is toch gek. Ja, ja, dat is toch wel raar inderdaad. Dat hoort niet, hè. Terwijl, wat voor Pokémon? Oh, Joltik. Ik wou even zeggen. Wat is dit nou weer voor Pokémon? Oh, hoppakee. Die is ook dood. Ja, gewoon rustig maar trainen in de tussentijd, toch? Maar ja, Krabby is voorlopig het team nog niet uit. Krabby. Misschien kunnen we er nog een Kingler van maken in de tussentijd. Hoppakee, Vine Grip. En dan gaan we hem nog even stompen, hoppakee. Maar wacht even, Kingler... Nee, dat mag dan toch niet? Nee, ik mag dan niet evolueren. Nog evolueren, alleen dan heb je de Kingler ook al gebruikt. Maar je kan de Evolve kan je gewoon cancelen. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Dus dat kunnen we gewoon doen als hij gaat evolueren. Ik weet niet eens op welk level een Krabby naar een Kingler gaat, maar... Het zou rond de 30 zijn, 40. Oké, het is Dawn nu. Even kijken, hij spant... Overal in de jungle. Jungle Edge, Jungle Normaal en Jungle Hills. Oké, okay, Janma. Laat me niet in de steek. Waar ben je? Ik zie wel een... Alleen een respawn in de Jungle Hills bij hem. Oh, hou op hoor. Ik zie nog geen Janma. Janma? Ik zie wel echt heel veel gele stipjes. Ik denk dat ik gewoon boven in de bomen moet gaan zitten. Zodat ik meer overzicht heb over de jungle. Laten we dat even doen. Zo. Boven en boven klimmen. Hier ook, hoppakee. Ja, Janma, hier. Oké, okay, kom op. Dat je niet gaat vangen. Level 18. Niet aan van hij is dood. Pokéball erop gelijk eerst. Kom op, kom op. Oh nee, daar gaat eruit. Oké, okay, Krabby, stomp. Oké, okay, dat moet genoeg zijn. Pokéball, kom op Janma. Don't do this to me. Ja, kom op, kom op, kom op. Janma broke free. Nee. Ik heb er nog 1. Oké, okay? Niet doen. Oké, okay, kom op. Kom op. Nou. Oh. En toen had hij de... Ja. Dus ik ben nu gewoon... Daar vliegt nog een Janma. Oh, ik ben hier echt... Nu ben ik echt triggerd. Er vliegen er nu nog 2 om me heen. Ja, ik ga maar eventjes een waypoint zetten hier bij de jungle. We zullen hier toch terug moeten komen voor de Janma. Jungle, zo. Hoppakee. En dan gaan we maar even naar huis toe. Want ik moet nu eerst apricorns gaan planten. En weet ik veel allemaal. Ik moet even zorgen dat ik een begin kan maken. Dus dat is eigenlijk een beetje het saaie stukje van Pixelmon, noem ik het altijd. Want ik vind het... Ja, vind je het survival in Pixelmon leuk? Leuk is rood worden, vind je niet zo heel erg hoor. Nee, ja, ik weet niet. Ik vind het altijd wel vervelend, omdat ik hou meer van het, ja, Pokémon vangen in Pixelmon als dat je gewoon gaat survivalen omdat het natuurlijk Minecraft is. Maar het moet gebeuren helaas. Ja, moet. Hoppakee, deze hier plaatsen. Want het geluk heb ik wel dat ik wat bones heb gekregen. Dus ik kan eventueel gewoon bone meal gelijk erop gebruiken. Zodat ik al wat pokeballen kan maken. Alleen ja, de Janma ben ik voor deze aflevering waarschijnlijk ook weer kwijt. Want eer dat het nu weer dawn is, of het dusk is, dat duurt voorlopig wel even. Dus heb ik de tijd om voor te bereiden natuurlijk. En des te meer tijd ik heb, des te meer pokeballen ik kan krijgen. En nou ja, ga zo maar door. Moet
zou wel eventjes wat tools maken, want ik heb nu alleen een pickaxe en een axe. En ik loop hier nu wat dirt weg te halen, omdat dat moet. Maar een beetje vervelend. Hoppakee, deze plaatsen we weer even terug. Zo. En dan deze apricorns alvast neerzetten. Zullen we gelijk op great balls gaan, want we hebben zwart en... Waar zijn mijn botten? Heb ik die in de chest gedaan? Ik mag hopen van wel. Ja, 10 botten. Oké. 10 botten even omzetten naar bone meal. En... Dan sowieso eerst wat meer zwarte apricorns maken, want die heb ik nodig. Hé, werkt dat niet meer? Oh, wat? Jawel. Waarom? Oké, dit is vaag. Dit werkt gewoon, maar ik kan geen... Huh? Net kon ik het wel doen. Wat? Nou, ik gebruikte net bone meal op een paar van die plantjes, maar lukt dat niet meer. Je moet gewoon raakklikken. Ja, dat doe ik. Oh, wacht. Ah. Je moet dus echt op een bepaalde plek. In de stam moet je het doen. Wauw. Sorry, moet je wel raakklikken. Ja, maar dat verwacht je toch niet? Ik ga nu gewoon expres om jou te triggeren. Ja zeggen, dat had ik wel verwacht, ja. Ah, maar soms mag ik jou echt niet. Weet ik. Zo? Dan doe ik ook niet mee in deze serie. Nee, dat snap ik. Daar zou ik veel te triggerd van worden. Even kijken. Nou, had ik nu al 26 Pokémon's gevangen? Jij. Ja? Jij. Ik. Daar geloof ik dus helemaal niks van. Jij bent helemaal niet zo goed in Pixelmon. Jij doet Screech op een Pokémon om te proberen om hem damage te doen. Na 3 afleveringen snap je nog niet dat er geen damage doet. Mij wat interesseert wat voor aanval die doet. Oké, even mijn Pokémon healen en dan zullen we ondertussen nog maar even wat trainen. Ondertussen kunnen dan de apricorns lekker wat groeien. En ja, ga ik denk ik mijn Cyndaquil maar iets omhoog halen, want die is nu nog maar level 5. We hebben eigenlijk nog niet getraind met de Cyndaquil omdat hij al die tijd al dood was. Omdat ja, als je op tour bent, om zo maar te zeggen, even aan het travelen. En je wordt aangevallen door een Pokémon die veel hoger is dan jou. Dan kan het nog wel eens fout gaan, om zo maar te zeggen. Dus ik maar gewoon potions allemaal gewoon gaan gebruiken, denk ik, hier in deze serie. Potions en zo? Potions, revives, natuurlijk. Ja, ja, die gebruik ik ook af en toe wel bij de legendaries. Om zeg maar een Pokémon met sleep of zo tot leven te wekken. Slaap tot leven te wekken. Nee, ik dacht, ik wist niet als je slaap bent en dood was. Om een Pokémon met slaap aanval op tot leven te wekken. Ik zal het even iets duidelijker formuleren voor jou. Ja, inderdaad. Even kijken, Cyndaquil gaat hier zo level 7 worden zo meteen van deze Zigzagoon. Ik wou, moet je vangen, Zigzagoon kun je items van krijgen. Is dat in Pixelmon ook nog steeds zo? Tuurlijk. Heb je het geprobeerd? Dat geldt ook voor een Ralts. Ralts of zo, zit er Ralts? Ralts. Ralts. Dat is een hidden ability. Oké, ja, ik wist van Zigzagoon wist ik het inderdaad, maar ik wist niet dat hij het ook in Pixelmon deed. Maar dat is inderdaad wel een leuke als we daar op een gegeven moment kunnen komen. Dan met de Z, ja. Pokémon die eindigt met de Z. Zijn er volgens mij niet eens. Zapdos, oh nee, wacht, eindigen met de Z. Ah, dat zijn er überhaupt Pokémon die eindigen met de Z? Waarschijnlijk wel, maar... Want anders betekent het dus sowieso dat ik niet... Als het er niet is, kan ik gewoon niet eens een Pokémon met de Z vangen uiteindelijk. Dus dan vallen Zapdos, Zigzagoon, Zangoose, Zoroark, Zorua. Dan vallen er echt een heleboel af. Dat is ook wel... Ik weet het niet. In ieder geval deze Plusle weet ik wel. Die gaat er echt aan, want daardoor gaat onze Cyndaquil weer een level omhoog. Denk ik. Ja, yep, level 10. Hoppakee. Zo traint het alweer goed door. Fuck, ik hoorde een gek geluid. Was dat vanuit Pixelmon? Dat denk ik niet. Arbok, die kan ik ook wel aan met Krabby. Krabby is best wel sterk met zijn stomp. En kan flinchen, dus... Even kijken. Hop. Oh, Bite doet ook wel wat damage. Stomp. Oh, Bite dust. Oké, level 12. En hier loopt hij hoor. Gengiskang. 3 op een rij. Had ik deze nou maar gevangen, mensen.
Genghis Khan? Ja. Genghis Khan, ja. Je kon toch alleen maar krijgen door te trainen dat hij dan ging evolven? Huh? Genghis Khan. Ja? De kangaroo. Met het babytje in zijn buik. Oh, ik, sorry, ik zat te denken aan een Gengar. Oh, ik denk al, waar heeft hij het nou weer over? Ja, nee joh. Ja. Maar het loopt hier echt heel... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Genghis Khan's op een rij. Like, really? Daar liepen net 3 mensen bij HNZ1. Ik heb er net 2 neergeschoten. Nice. Maar ja, we zitten dus nog steeds een beetje vast. We moeten wachten op de Apricorns. Natuurlijk, net zoals bij elke Pixelmon-serie, zal ik wat dingetjes offscreen doen om natuurlijk het te vermakkelijken in de opnames. Voor deze opname laat ik het er weer bij. Jammer, hebben we helaas nog niet te pakken gekregen. We zitten nog steeds maar op een streak van 3. En dat binnen 2 afleveringen. Dat, ja, ik heb het zelf echt opgefokt. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie het leuk vonden, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. Abonneer gelijk even op Duffy Games. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Later.